Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend was het nog behoorlijk zonnig, maar in het zuiden hingen ook wolkenvelden. Inmiddels zijn er ook stapelwolken ontstaan, maar vooralsnog blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de namiddag en avond zou er in het noorden van het land wel een enkele bui tot ontwikkeling kunnen komen. En daar is ook een klap onweer bij mogelijk. Het plaatje voor vanavond ziet er dus zo uit. Wolkenvelden en opklaringen, vooral in het noordoosten kans op een enkele bui. Zo halverwege de avond is het een graad of 19. Komende nacht koelt het verder af naar uiteindelijk zo'n 13 tot 15 graden als minimum. De wind neemt vooral landinwaarts zwart af. Verder een afwisseling van opklaringen en wolken. En vanuit Duitsland kan er een enkele regen- of onweersbui het land intrekken. Maar op verder de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Dan morgenochtend. In eerste instantie nog redelijk wel wat zon, van tijd tot tijd zon. In het land kan verder een enkele bui voorkomen, maar op veel plaatsen is het nog droog. In de middag gaan er weer buien ontstaan en die buien worden wat talrijker dan vandaag het geval is. Er kan ook een klap onweer bij voorkomen en dat is dan vooral in het oosten en zuidoosten van het land het geval. In het noordwesten en westen blijft het op bijna alle plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden. Maar vlak bij zee, en zeker ook in Zeeland en op de Waddeneilanden, daar blijft het kwik wat achter met zo'n 18 tot 20 graden. Er waait een overwegend matige aan zee vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen. Dan dragen daarna ook donderdag nog kans op een aantal flinke buien met ook mogelijk onweer. Opnieuw, vooral in het westen wel vaker droge weer, middagtemperatuur rond de 23 graden. Ook vrijdag en zaterdag is dat ongeveer de middagtemperatuur. Af en toe een bui, maar ook van tijd tot tijd zon. Met andere woorden, vrij wisselvallig lenteweer. En dan kijken we nog wat verder vooruit. De middagtemperatuur blijft zo tussen de 20 en 25 graden liggen. Soms wat hoger, soms wat lager. In de nachten ligt het minimum veelal boven de 10 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl